Vandaag is de opening van de tentoonstelling van Johannes Hus. Wij organiseren deze tentoonstelling ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van onze stedenband met Loni. Er zijn een aantal bijzondere gasten. We zijn erg blij dat de ambassadeur van Tsjechië, mevrouw Reine Sova, dat hij hier aanwezig is om de tentoonstelling te openen. Het is ook heel bijzonder dat er een groepje mensen uit Loni naar Barendrecht is gekomen om aanwezig te zijn bij de opening van de tentoonstelling. Dat is burgemeester Radovan Sabata, de predikante van de Hussitische Kerk, mevrouw Smolova, en de heer Hons, lid van de kerk, lid van de gemeenteraad. We hebben ook een, wat van ver komt is lekker, zeggen ze wel eens. We hebben ook iemand naar Barendrecht laten komen die ons veel kan vertellen over Johannes of Jan Hus. Dat is Peter Moré, die zit daar. Van de Peter is theoloog en woont en werkt in Praag. De tentoonstelling gaat over Johannes Hus. Voor veel mensen is Hus onbekend. Wat we ervan weten is meestal dat hij een van de hervormers was. Om u een korte indruk te geven, laten we u eerst een heel kort filmpje over Hus zien. Ik moet erbij vertellen dat het een Tsjechisch filmpje is van de Tsjechische televisie. En pas het maakt deel uit van een serie over de geschiedenis van Tsjechië. En als ik vroeger ook van zulke filmpjes had gehad, had ik de geschiedenis denk ik veel leuker gevonden. Maar kijkt u maar. In Loni, onze partnergemeente, is het feit dat op 6 juli 600 jaar geleden Hus op de brandstapel werd gedood herdacht. Op de 6e van elke maand is er een activiteit. Dat geeft het belang aan voor de Tsjechen wat betreft Hus. Ik ben dan ook blij dat wij hier in Barendrecht samen met Naarden de enige gemeente zijn die daar aandacht aan besteden. Dames en heren, zometeen wordt hier een mooie tentoonstelling geopend met dank aan het Tsjechisch Centrum. Het is goed dat we die relatie tussen Barendrecht en het Tsjechisch Centrum ook warm houden. En die tentoonstelling staat in het leven van Jan Hus. Hij was natuurlijk een belangrijke denker. Het was natuurlijk ook iemand met oratorische gaven. Hij sprak ook in het Tsjechisch, dat was natuurlijk heel erg uniek in die tijd. Het was kerk en Latijn was altijd natuurlijk elkaar verbonden. En dan iemand die in het Tsjechisch gaat preken, is natuurlijk wel heel nieuw. En dan ook nog eens allerlei wat opstandige dingen gaat roepen, als het gaat over de hiërarchie van de kerk. En u hebt ook gehoord dat er ook zeg maar de strijd tussen kerk en staat ook een rol speelde. Nou, dat zien we in de hele middeleeuwen. En uiteindelijk mondt dat uit, en dat is misschien wel het lot van iemand die dwars tegen de tijdgeest en dwars tegen het machtscentrum ingaat van een tijd, veroordeeld wordt tot de brandstapel. Dat moment was 6 juli, 600 jaar geleden. We gaan nu over naar de toespraak van mevrouw Reine Sova, ambassadeur van Tsjechië. Gaan we u het woord. I'm here in the Netherlands for more than a half year, so I have so much experience up to now. But I must say, where I come, I can see the friendship, I can see the historical links between our countries. And that is something that really makes me feeling here well, like at home. And I must say that I appreciate very much the cooperation, not only on the governmental level or on the level of some regions, but especially on the level of the cities. And to you all, I wish all the best for the future cooperation between your cities, and I do hope it's not the last possibility that I can meet you. Thank you very much. Thank you. Even op een moment.
Ik wil graag mevrouw de ambassadeur een cadeau aanbieden. In Nederland is het gewoon dat als iemand iets opent, krijgt een cadeautje. Já bych ráda nabídl paní velvyslankyni dárek a tady je zvykem, že když někdo něco zahajuje, tak dostává dárek. Nu zijn we een gemeente waar heel veel groente en fruit verhandeld wordt. A my jsme obec, kde se velmi obchoduje s ovocem a zeleninou. En daarom willen wij u namens de gemeente Baarnwerd en de Stedenbans een kistje fruit aanbieden. A proto bychom vám rádi dali pledničku ovoce. Very much, and I can admit that I will not be able to eat it myself. I will share with my colleagues. Thank you. Thank you very much. Thank you. Wat mij betreft de tentoonstelling voor open geklaard. Thank you very much. Thank you. Many thanks.